Zanger Gerard Joling heeft voor hilariteit gezorgd in de laatste uitzending van Veronica Insile van dit kalenderjaar. Tijdens de uitzending gisteren werd de 60ste verjaardag van Hans Kraaij junior gevierd en was Geert de gast om zijn kerstnummer te zingen. Vanaf de bar mengde de entertainer zich regelmatig in de gesprekken tussen Johan Derksen en René van der Gijp. Terwijl de mannen aan tafel de stand van zaken bij Vitesse doornamen, bemoeide de 59-jarige Joling zich er graag mee. Hij pakte zijn telefoon erbij en veinsde dat hij appjes had ontvangen van een reeks exen van Hans Kraaij. Dat leidde tot hilarische minuten in de studio. Joling had ook een bijdrage over de nabeschouwing van de wedstrijd tussen Rico Verhoeven en Badr Hari. Hij noemde Hari een slecht acteur.